Ja, kijk, dat is hem dan. De begroting 2023. Vandaag heeft ons college hem vastgesteld en sturen we hem aan provinciale staten die hem dan in oktober gaan bespreken en hopelijk in november vaststellen. Het was best een begroting die we op moesten stellen in een onzekere tijd. Voor de mensen thuis die zich misschien afvragen of ze hun energie kunnen betalen, maar ook voor ondernemers die zich ook afvragen of ze wel kunnen blijven produceren tegen die huidige prijzen. En ook voor ons als provincie was het een onzekere tijd. Maar eigenlijk constateerden we ook toen dat we juist daarom moeten investeren in energiebesparende maatregelen. Juist daarom moeten investeren in duurzame energie, in een circulaire economie, in meer woningen, meer groen, in gezonde natuur, in kringlooplandbouw. Juist daarom. Nou, het mooie is, onze provincie is financieel gezond, dus we kunnen dat ook betalen. Het komende jaar gaan we fors investeren en geven we meer dan 600 miljoen uit aan al deze activiteiten. Nou, dat staat in onze begroting.